Kale en Kokkie wordt mede mogelijk gemaakt door Cashbeke en Febo. Gaat het dit seizoen wel goed komen nog, of nee, niet? Wat mij betreft niet. En je hoort gewoon echte fanatieke jongens zeggen, misschien is het wel beter als we twee keer op ons bek gaan, want dan zijn we die clown kwijt. Luca. Ah, onze nieuwe linksbuiten. Goedemiddag. Goedemiddag, voor de Kersenman gaat. De nieuwe camera? Ja. Ja. Prachtig. Mooi, hè? Nou. Hij is wat kleiner, maar hij is fijner. Ja, oh, fijner ook? Ja, dat denk ik wel, ja. Jij vindt alle kleine dingen fijn, toch? Heb je weer fijne kerstdagen gehad? Oh, dat was zo fijn. Ja. Maar ik heb jullie wel gemist, hoor, moet ik zeggen. Ja, dat snap ik. Logisch. Jullie mij ook een beetje? Je bent er ook een beetje emotioneel van nog, hè? Ja. Ik zie het aan je. Ja. Ja. Ik moest echt even omschakelen. Ja, snap ik. Nou ja, we hebben jou zo gemist dat we eigenlijk maar meteen gaan beginnen met een cadeautje. Die hebben we in de podcast, hebben we dat cadeautje al aan de mannen gegeven. Ja, verwinnen we maar weer. Dus toen dachten we, nou zullen we er voor die kleine jongen ook maar eentje meenemen. Dat vind ik wel mooi, hoor. Kom maar door. Dus ik heb een boek van Jip en Janneke voor je gekocht. Kijk. Oh, ik heb hier voor jou, hè. Ik had eigenlijk verwacht, zeg ik heel eerlijk, dat wij dit boek van jou zouden krijgen. Ja. Want jij was bij de presentatie in de Amsterdam Arena. Nee, dat was ik niet. Dat was een collega. Oh, oké. Nou, ik dacht dat jij dat was. Nee, ik mocht niet. Dus, nou, deze, Sam, bij deze ook voor jou. Nou, hartstikke bedankt. Dat vind ik heel mooi. Ik ga even goed doorlezen. Dat is een waanzinnig boek voor alle Ajax-liefhebbers. Alle Ajax-liefhebbers. En een bescheurkalender erbij. En dan hebben we nog een kalender bij, met alle shirts en dingen en het hele gebeuren. Prachtig. Oh, om het jaar dan goed te beginnen. Maar dan willen we het ook het jaar goed beginnen naar de supporters. Ja. Dus dan heb ik dit boek nog een keer. Zo. Maar dan in een hele speciale editie. En dit boek is hierin gesigneerd door de vier mensen die er eigenlijk ook voorkomen. Stanley Menzo, Sjaak Zwart, Jari Liedmanen en Dennis Bergkamp. Ja. En dit is te winnen door een van de koks. Of een van de koks, een van de fans van Kale en Kokkie. Zit je nog een beetje in het restaurant? Ja, mijn personeel begint nu hoop te krijgen. In feestdagenmodus. Ja, die beginnen nu hoop te krijgen. En het is gewoon een fantastisch boek. En wat zullen we er voor prijsvragen vastzetten? Het idee is om, weet je wat, we gaan het makkelijk maken. Hoeveel officiële wedstrijden hebben deze vier net genoemde spelers gespeeld in Ajax 1? Dus Stanley Menzo, Dennis Bergkamp, Jari Liedmanen en Sjaak Zwart. Hoeveel en dan per persoon zetten en het totaal zetten. En degene die dat wint, die zou eventueel, we kunnen hem opsturen, maar misschien leuker is dat ze hem dan tijdens de uitzending... Nee, die moet hij komen ophalen. Komen ophalen. Of zij. Ja, dan zorgen we dat er een leuke locatie is. Is wel op een maandagmiddag, hou daar rekening mee. Ja, rond 12 uur. Wil je hem komen ophalen? Op een maandagmiddag is je prijs dan beschikbaar. Ja, en dan zet ik hieronder even het mailadres. Zo. Ja, daar, bij je vinger. Ja, bij mijn vinger zo. Oké. Kan je wel. Maar mannen, hebben jullie ooit zo'n slechte Ajax-voorbereiding meegemaakt? Nee. Zo, hoe dat ook gaat. Ja, maar dit is toch echt... Zullen we met wat anders beginnen? Oh. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Gelukkig nieuwjaar. Iedereen de beste wensen. Beste wensen. En laten we hopen dat we er met z'n allen godsgruwelijk naast zitten. Ja. En dat we een tweede seizoenshelft krijgen met een fantastisch Ajax. En dat ons voorgevoel voor geen kant klopt. Dat we helemaal volledig fout zitten. Ja. Maar ik ben er bang voor. En sterker nog, ik heb er eigenlijk nog helemaal geen zin in. Je hebt geen zin in Ajax? Nee, op dit moment nog niet. Nee, ik heb van de week Ajax Telstar. En met alle respect, maar ook jonge Ajax win met 5-1 van Telstar. Die staan stijf onderaan in de eerste divisie. Dus je houdt ook tegen Telstar wederom niet de nul. Voor de rest zie ik een op. Zal ik je nog sterker vertellen? Ze lopen er in de eerste helft een paar keer zo verschrikkelijk mee. Ja. Maar we hadden wel een goede linksbuiten, hè? Hebben jullie dat gezien? En dan zie je een opstelling, dan zie je Luca als de linksbuiten. En dan denk ik bij mezelf, ik weet niet wat deze beste man drinkt. Ik weet niet wat hij voor de rest gebruikt. Maar je bent toch compleet van het padje af als je zo
Maar is het niet misschien een tactische wonder? Nee, maar luister, het wordt natuurlijk allemaal gebagatelliseerd. Hè, want we gaan met z'n allen gaan we dan zeggen, ja, maar het is een oefenwedstrijd. En het stelt allemaal niet voor en we moeten dingen uitproberen. Maar vol aanstaande zondag spelen wij gewoon de eerste wedstrijd uit tegen NEC. Ik weet het niet hoor. Maar volgens mij moet je er toch een klein beetje serieus bezig zijn met hetgene wat je nou daadwerkelijk wil. In de tweede helft breidt hij het dan een beetje recht. Hè. Dan zit die Brobby in de spits die gewoon 3 keer scoort. Dan heeft hij Constanzaal aan de rechterkant staan. Dan heeft hij Bergwijn ingebracht. Dan heeft hij Berghuis ingebracht. Volgens mij zijn dat je basisspelers ook voor een heel groot gedeelte. Maar als ik nou toch kijk tegen dat Telstar, hoe je begint. Maar ook hoe je in het veld begint. Als ik kijk naar onze vriend Bessie, hoe die verdedigt. Wat zie je dan? Jongens. Wat denk je dan? Nou ja, we spelen straks tegen de gewoon tegen tegenstanders die er mogen zijn. We spelen, dat kan je heel bagatelliseren, daar kan je heel makkelijk over doen. NEC uit, aanstaande zondag beginnen we. De week erop krijgen we Twente thuis, die weten ook hoe ze moeten voetballen. En de week daarna gaan we onze vrienden in Rotterdam op bezoek. Volgens mij, als je met deze verdediging op deze manier gaat voetballen, weten die jongens daar best wel raad mee, denk ik. Dus. Maar we gaan verliezen tegen NEC. Hè? Gaan we verliezen? Ik heb er geen goed gevoel over, ben ik heel eerlijk. Aan het einde van de eerste seizoenshelft zie je al dat clubs weten dat ze Ajax aan gaan pakken. Clubs weten dat er heel veel onvrede is binnen Ajax. Dus NEC gaat echt niet zeggen van Ajax, kom maar lekker voetballen tegen ons. Die gaan volle bak, want die weten als ze Ajax kunnen pakken, is dit het moment dat ze Ajax kunnen pakken. Dus ik ben daar serieus bang voor. En je hoort gewoon echte fanatieke jongens zeggen, misschien is het wel beter als we 2 keer op ons bek gaan, want dan zijn we die clown kwijt. En dan heb je het over Schreuder. Heb Schreuder en Van der Sar. Hè? Op de schaal van 1 tot en met 10, hoe klaar zijn jullie met Edwin van der Sar en Alfred Schreuder? Weet je, het is niet zozeer klaar zijn met me. Nou ja, een paling graaft zich in de modder. Ik wou dat die van ons dat ook een keer deed. Weet je, dan stamp ik het nog aan ook. Maar hoe krijg je het nou voor elkaar? Die club die staat in de fik. Je hebt op alle mogelijke geledingen heb je onrust. Je zou als eerste een technisch directeur moeten gaan aanstellen. Daar werd in de podcast afgelopen vrijdag uitgebreid over gehad. Je zou in je spelersgroep moeten het een en ander gebruiken. Die hebben vanaf Emmen uit, hebben die aangegeven, graag een gesprek aan te willen gaan met Van der Sar. En waar is Van der Sar? Die zit met een hele grote dikke sombrero ergens in Mexico op een mooi strand en kijkt voor zich uit. Op vakantie. En Van der Sar heeft alleen een gesprek gehad met Schreuder. En dat gesprek ging grotendeels over Blind. Ja, en daarin schijnt zelfs Schreuder gezegd te hebben of hij gaat eruit of ik ga eruit. Nou ja, ik weet niet, maar ik denk niet dat de prestaties van Schreuder van die aard zijn dat je dat soort opmerkingen kan maken. En voor de rest een spelersgroep waar geen vertrouwen in een trainer meer is, die presteert niet. Maar is er geen vertrouwen meer, denk je, vanuit de selectie? Nou, de verhalen die ik hoor, is het nog steeds niet uitgepraat. En er zullen er een paar zijn die heus wel weer zin hebben om een potje te voetballen. Maar er zitten er ook een paar die staan te wachten tot er een club op de deur rommelt en zegt ik wil je hebben en dan zijn ze weg. Maar ziet Schreuder misschien iets wat wij allemaal niet zien? Dat denk ik soms. Dat doet hij zo. Nou ja, dan denk ik dat... Ziet Schreuder iets anders als heel veel andere mensen. Dus dan denk ik, als er dan één naar de opticien moet, dat het misschien Schreuder zelf is. Ja, dus daar zijn we het wel over eens, dat Schreuder andere dingen ziet, ja. Het gaat niet echt lekker daar, hè, de Johan Cruijff Arena. Nee, er is onrust. Er is heel veel onrust in heel veel gelederen. En dat zijn dingen wat we keer op keer benadrukken en keer op keer zeggen. En met die onrust erbij is er dus de kapitein op het schip niet aanwezig. Valletje Overmars, daar hield hij zijn mond dicht. Met Nouri, hè, met de gevallen die er toen waren. Hoe lang duurde het voor Van der Sar eindelijk eens een keer kwam dingen naar buiten brengen. Nu weer met dit. Weet je, hij is er nooit op de momenten dat hij er moet zijn. Dus als directeur is de beste man volledig oncapabel. En vandaag begon Ronald Waterreus te blaren dat ze hem naar PSV moeten halen. Ja, een mooie club toch voor Blind, PSV. Kan hij nog wat prijzen pakken ook waarschijnlijk? Ik denk wel, weet je, daar moeten we het ook nog maar even over hebben. Er is weinig met hem veranderd. Hè, de manier waarop zo'n jongen weggaat, hè? Dat door de achterdeur, dat is wel heel erg... Nou goed, dan heb je het in de podcast uitgebreid. Ja, maar ja, die luistert Sammy niet. Is dat zo? Maar ja, het schijnt dat hij dan op Sesamstraat zit, dan weet ik veel wat. Gebrek aan opvoeding. Ik luister altijd naar de podcast. Maar we kunnen het wel heel kort even over Blind hebben. Ja, ik vind het schandalig. Meen ik het. Wat is daar gebeurd? Kijk, ook wij hebben kritiek gehad op Blind. En ook Blind speelde niet zijn beste seizoen, hè.
Dat zal hij gerustig zelf ook beamen. Alleen, als je hem bij het Nederlands elftal ziet, was hij 2 keer de beste man van het veld. Waar hangt het dan vanaf? De manier waarop hij gebruikt wordt, dat hij als trainer neergezet wordt. De speler die naast hem hebt staan. Want of je daar de slager Martinez hebt staan of dat je Bessie hebt staan, is ook een heel groot verschil. Weet je? En daar gaan we met z'n allen heel gemakkelijk aan voorbij. En we laten nou zo'n gozer gaan. En ik ben benieuwd waar hij terecht komt. Maar ik denk dat hij nog wel eens kan verbazen met wat hij dan doet. Wat was er simpeler geweest als je gewoon met Tadic en met Blind aan het begin van het seizoen om de tafel was gaan zitten en gezegd hebben van jongens, jullie zijn respectievelijk 33 en 34 jaar oud. Jullie voetballeven komt binnen nu en weet ik veel, een jaar, 2 jaar, 3 jaar, een keer tot het eind. Het zou best eens een keer zo kunnen zijn dat je halverwege of tijdens het seizoen een keer op de bank terecht gaat komen. Voor wat voor reden dan ook. Dan had je een andere insteek gehad, had iedereen de vrede mee gehad. Dat zijn jongens die best wel begrijpen hoe het wereldje in elkaar zit. In plaats van dat je dit nu op deze manier aan het doen bent. Dan gaan we even in de glazen bol kijken. Want dan gaan we even alle spelers langs. Allemaal? Niet allemaal, gelukkig. Nou, een groot gedeelte. Groot gedeelte. Zeg maar het gedeelte. Ik wou ze niet allemaal doen, maar Cookie... Ja, ik wil het wel allemaal. Dus weten wat jullie daar ook van vinden. Ja. Wat voor cijfer zou je achter iemand plakken? Want meestal met een cijfer maak je dingen duidelijk, toch? Nou, daar gaan we. Mannen, Pasveer. Ja, daar heb ik een 6 achter gezet. Omdat het niet de Pasveer is van het afgelopen jaar. Hij heeft goede momenten gehad, maar hij heeft ook momenten gehad dat we met z'n allen dachten van jongens, jongens, jongens. Pasveer heeft niet de punten gepakt voor je die je verleden jaar wel deed. Dus prima. Nou, dan gaan we door naar Blind. Maar daar hebben we het... Daar hebben we het al over gehad. Nou, daar heb ik zelf de cijfer gegeven. 6. Sommige toch wel een 6 voor Blind. Sommige wedstrijden opbouwend heb je veel aan hem gehad. En sommige wedstrijden heb je... Aan de bal is Blind altijd nog een toegevoegde waarde. Verdedigd heeft hij steken laten vallen. Ja, simpel is. Dus klaar. Nou, dan gaan we door naar Wijndal. Die heb ik ook een 6. Zo, heb je ook een ander cijfer? Ja, die heb ik ook, die komen erna. En dat om het simpele feit dat, ja, die heb niet heel veel gespeeld. Maar de momenten dat hij speelde, heeft hij ook wel goede dingen gedaan. Als je denkt begin van het seizoen. Was de wisselwerking met... Met Bergwijn. Met Bergwijn wel aardig, maar... Was positief, dus aanvallend goed, verdedigend minder goed. Dus daar kwam ik uit op sessie. En daar zit die man, weet je, maar staat in zijn paspoort, staat bij beroep, staat verdediger. En volgens mij moet hij dat eerst gaan doen. En dan eens een keer gaan denken aan andere dingen. Maar hij heeft wel voldoende gekregen dus van mij 6 en van hem weet ik niet. Krijgt hij nog geen voldoende. Dan gaan we door. Bessie. Die heb ik 5,5 gegeven. Omdat ik vond dat hij het seizoen wel heel aardig begon. En daarna wordt het met de week slechter. Hij verbaast je door zijn snelheid. Dat was eigenlijk en door zijn kracht en zijn dingen. Kracht en fysieke uitstraling. Hij schoot als een hinde over het veld en in het begin van het seizoen. Maar ik vind het opbouwend dramatisch slecht. Dan gaan we door met Timber. WK'tje gespeeld. Nou, Timbertje kom ik ook op een 6. Omdat ik vind dat Timber hele goede wedstrijden afgewisseld heeft met hele slechte wedstrijden. En dat het absoluut niet de Timber is van vorig jaar. Maar ik denk dat daar hetzelfde voor geldt als Blind. Het hangt er vanaf wie je naast je hebt staan. Ik wou zeggen, die stond ook met een van Martinez ernaast. Is er wel een verschilletje. Ja. Dus dat. Dan gaan we naar Rens. Heb ik ook een 6 gegeven. Maar je hebt overal 6. Nee, absoluut je niet. Jawel, hij heeft overal absoluut 6 niet, gegeven. Absoluut niet. Nee. Jongen, je hebt alleen... Nee. Iedereen heeft toch tot nu toe een 6. Ja. Nee, nee. Ja, maar het is leuk. Dat kun jij niet luisteren. Dat kun jij niet luisteren. Ik kan ook gewoon nu stoppen. Dat kan best, hè? Stoppen we er dan, hè? Nee, niet stoppen. Nee, ik wil door. Rijntje, man. Kom op. Ik wil door. Rensje 6, waarom? Ja, waarom? Hetzelfde. Soms goed, soms dramatisch. Maar wel voldoende. Ja. Kalen nog iets aan toe te voegen? Kom jij maar eens met dingen dan. Doe jij nou eens het maar zeggen. Het verbaast me alleen dat je... De Rens heeft hij natuurlijk ook misbruikt, ook op die linksbackpositie en zo. En ik vind het allemaal, het is allemaal net niet. Dus die 6 klopt eigenlijk wel. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele achterhoede. Het is gewoon... Nee, want de volgende waar je nu komt, vind ik niet de 6. We gaan door naar Sanchez. Nou, dat is bij mij tussen 4 en 5. Dit zit helemaal. Want dat is een Mexicaanse international. En die valt mij gewoon verschrikkelijk tegen. Daar heb ik 1 of 2 goede momenten van gezien. En ik denk 98 slechte momenten.
Dat vind ik absoluut niet een Mexicaanse international. Maar dat is dus de discussie die we al een paar weken achter elkaar hebben gehad. Hè? Over mensen die je aangetrokken hebt. Hè? Dat geldt voor Wijndal, dat geldt voor Bessie, dat geldt voor die Sanchez. En we komen er straks nog bij een paar langs. Wie heeft nou uiteindelijk binnen scouting bij Ajax gezegd van jongens, dat is toegevoegde waarde, die gaan we erbij halen? Nou, kom je bij de volgende. Zit je weer op je middelmaat, dus kom je weer op je sessie met Alvarez. Want het is absoluut niet de Alvarez die je de afgelopen 2 jaar hebt gehad. Weet je, en dat is ook weer, wat heb je om zich heen? Waar zit hij met zijn hoofd? Zit hij met zijn hoofd bij een transfer? Ah, die heeft het natuurlijk niet wel moeilijk gehad, die kon naar Chelsea. En, Ja, maar het is niet de speler die het is geweest. En dat het naar Chelsea niet doorging. Vervolgens heb je nog 10 wedstrijden gespeeld, dan moet je dat wel een keer uit je hoofd zetten, weet je. Dan zal je wel een keer een stapje verder moeten gaan. Nou, en dan komen we bij degene die naar mijn inziens niemand had verwacht. Maar wat ik tot nog toe dit seizoen de beste Ajax-iet vind. Taylor? Berghuis. En die krijgt een 8. Zo. Ik vind Berghuis op heel veel posities geprobeerd. Elke keer bleef hij staande, elke keer bleef hij overeind. Ik denk dat tot nog toe je beste speler is. Berghuis is een winnaar, hè? Ja. Dus die heeft wel echt geleverd. Ik vind Berghuis, en ook al kwam die uit Rotterdam en iedereen was een beetje sceptisch. Ik was blij dat hij kwam. Ik was volgens mij ook de eerste die meldde dat hij kwam. En ik vind dat die jongen meer dan geleverd heeft. En een 8 vind ik voor hem prima cijfer. Dat heb het wel waargemaakt. Hij heeft een onmenselijke druk moeten presteren ook, hè? Bij zijn functie niet. Dan gaan we door naar Kenneth Taylor, iets jonger, wel uit Amsterdam. Nou ja, jong, moeilijke taak denk ik, want ze hebben hem veel laten spelen, heb ik een 7 gegeven. Ik vind de revelatie bij Ajax. Heb ik een 7 gegeven omdat ik vind dat hij gewoon maar in ook iets grotere wedstrijden er nog niet was. Nee, in heel veel wedstrijden was hij er wel, dus daarom heb ik hem op een 7 gezet en Berghuis op een 8 gezet. Dan gaan we nu echt naar jullie grote vriend. Dat is onze grote vriend, want jij brengt het alsof we hem altijd maar roemen of weet ik veel. Klaassen staat bij mij op 6,5, omdat hij nooit verzaakt. En ook dit jaar is het niet helemaal de Davy wat je gewend bent. Maar als hij erin komt of als hij erin staat, hij vecht altijd, knokt altijd. Heel vaak een belangrijk doelpunt voor je gemaakt, dus dat staat er wel. De aanvoerder, Tadic. 6 geven. Zei ik nooit, staat er altijd. Of je hem links zet, links buiten, rechts buiten. Of je hem op 10 zet, of je hem in de spits zet. Die is een half jaar lang als hoer van Delft al gebruikt. Oh. En als je dan de laatste wedstrijden ziet, waar die gozer toch een assist geeft, toch zijn goaltjes weer meepakt, zijn dingen doet. Ja, dan ga ik daar iets niet minder dan 6 geven. Bergwijn. Nou, Gerard, mag je zeggen. Zeg het maar, Bergwijn. Ik vind Bergwijn aan het begin van het seizoen heel goed. En naarmate het seizoen vorderde, vond ik hem matig tot slecht. Maar ook voor hem geldt het switchen van vleugels. Maar Bergwijn, in het begin zeiden we erover van... Die is te goed voor de Eredivisie. Die, dat heeft hij dus wat mij betreft in ieder geval niet waargemaakt. Een 5. Ik vind Bergwijn begin van het seizoen een 8, eind van het seizoen een 4. Dus ik heb er 6 van gemaakt. Kudus. Ik heb 7,5 staan. Dat is wel hoog. Ik vind dat Kudus... In het begin wouden wij heel graag dat Kudus erin kwam. Toen kwam hij er niet in. En in de spits en middenveld, hij doet wel gewoon zijn dingetje. Hij is wel belangrijk. Ik denk dat hij is trainer, dat je hem beter kan gebruiken. Dan gaan we naar de kleine Portugees. Conceição. 7 gegeven. Uitblinken tegen Telstar. Een jongen die iets meer speelminuten moet hebben. Ja. Als jouw concurrenten op de rechtsbuitenpositie niet presteren, dan moeten ze jou meer geven als steeds 7 minuten. Dan moeten ze jou eens een keer een half wedstrijdje spelen en eens een keer zeggen, ga maar eens een keer voetballen. Voor mijn gevoel is dat nu op dit moment eigenlijk de enige speler die ze gekocht hebben, waarvan ik zoiets heb van, daar zie ik brood in. Nou ja, je bent heel, heel benieuwd naar wat er nog gaat komen bij dat mannetje. Dit is echt een speler naar mijn hart. Wat was die goed, zeg? Die Ocampos zeker. Ocampos. Zo. Nou, ik had een tango op middelbare school. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat ging eigenlijk heel goed. Ik had een voldoende voor godsdienst en voor gymnastiek.
Heel goed gedaan. Mijn vader was er ook heel blij mee. En toen kreeg ik, als ik proefwerk te maken en ik bakte er echt niks van, dat gebeurde gewoon, kan ik je verzekeren, regelmatig, kreeg ik een 1. Nou, deze man, en dat was voor de moeite, toch? Ja. Nou, krijgt deze ook. Voor de moeite. Voor de moeite? Ja, hij heeft getekend namelijk. Dus hij heeft, hij kon wel zijn, goed tekenen, ja. Hij heeft hiervoor zijn, zijn naam in... Hij heeft zijn kiksen aangedaan. Precies. Ja. Tenuutje. Ik vind het, maar nogmaals, dit vind ik misschien wel het grootste voorbeeld van brevet van onvermogen richting scouting, als die er al mee gemoeid zijn geweest, maar ik niet geloof. Maar in ieder geval richting degene die dit besloten hebben om deze man in eerste instantie notabene te kopen en in tweede instantie te huren. Maar deze in het rijtje van Krilic in de water misschien, maar Sanchez en wat voor koekenbakken hebben we nog meer naar binnen toe gehaald. Het is allemaal grauwe middelmaat. Hoe haal je het in je hoofd, en dat meen ik oprecht, als je weet dat Anthony gaat vertrekken. En je weet het al een tijdje, want dat had hij al aangegeven april vorig jaar, dat hij mogelijkerwijs die stap wilde gaan maken. Dus je hebt alle tijd gehad om op je gemak te gaan kijken van wie ga ik dan die grote schoenen van Anthony laten voelen. En dan kom je met een figuur als Ocampos aan. Zijn ze trouwens blij mee, hè, in Engeland met Anthony? Hè? Ja. Dat noemen ze nu wel de grootste miskoop die er is. Hè? Ja, maar in Engeland, de ene week is Ten Hag een schot en de andere week moet hij weg. Het is toch leuk als je hem straks voor 20 miljoen terug kan halen. Ja. Dat zou wel lekker zijn. Hey, en, nou ja, ik heb Ocampos een 4 gegeven. Zo. En dat is het simpele feit, omdat ik hem nog iets beter vind dan Schreuder. Luca. Ach. Onze nieuwe linksbuiten. Nou ja, Luca die heeft 2 wedstrijden, heb hij reed gered. Weet je. Daarom heb ik hem op een sessie staan. En voor de rest denk ik niet dat gaat dat een Ajax voetbal is. Gaat hem niet worden. Dan gaan we door naar Brobby. Brobby, heb ik 7,5 achter staan. De momenten dat hij er stond, stond hij er. Het enige wat ik van Brobby vind, iets meer aan je fitheid gaan werken. Zorgen dat hij gewoon er is. En ja, hopen dat je een trainer krijgt die je gewoon opstelt, de spits. Want dan maak je veel meer doelpunten dan je nu doet. De man. Ja, hoe zou ik het zeggen? De man die over 3 weken de ex-trainer van Ajax is. Het brein achter Luca op linksbuiten, Alfred Schreuder, zeg het maar. Ja. Die heb ik een 2 gegeven. En dat is omdat hij in iets loopt waar Ajax op staat en dat soort dingen. En voor de rest heb ik die een 2 gegeven. Dat vind ik met afstand. Met zijn maatje, zijn rugdekking van de Sar, de slechtste van heel Ajax op dit moment. En Matthias dan? Kaltenbach. Ja, Matthias Kaltenbach, dat is, nou, die valt toch onder zijn noemer. Dus dat is ook een 2. Maar het is toch niet allemaal de schuld van Schreuder? Ik bedoel, spelers zijn toch ook een beetje uit... Maar luister, Schreuder is toch degene die de opstellingen maakt. Noem jij nou 1 dingetje voor die camera. Dus zeg vandaag 1 nuttig ding. Ja. Wat heeft Schreuder goed gedaan het afgelopen half jaar? Wat heb je goed gedaan? Nou, hij heeft Taylor goed laten voetballen. Heeft hij dat gedaan of heeft Taylor dat zelf gedaan? Ja, maar kijk, dan wordt het een beetje van als een speler goed speelt, doet hij het zelf. Nee, en als hij slecht speelt, doet de trainer het. Dat vind ik wel Taylor lastig. Taylor was het seizoen daarvoor, kwam Taylor ook als een minuutjes maken. Toen wisten hij, ik en Jules de Korte al dat Taylor in Ajax 1 ging komen, of niet? Dat is niet een Schreuder dingetje, toch? Ja. Dus noem jij nou eens 1 speler waarvan je zegt, god, die is door Schreuder in 1 keer sky high gegaan. Noem nou eens 1 goed ding wat Schreuder heeft gedaan. Nou, dan zou ik misschien zeggen Koeders in de spits, want die heeft toch wel een paar goede goals gemaakt. Ja, gouden uitvinding. Liverpool. En daar gaan we gemakkelijk even aan voorbij. Meneer Schreuder is ook in staat geweest om volledig voorbij te gaan aan alles en iedereen die in Jong speelt. Hè? Gaat het dit seizoen wel goed komen nog, of nee, niet? Wat mij betreft niet. Mannen, zeg het maar. NSC uit, voorspellingtje. 1-1. 1-1. Cookie. 1-2. Nou mannen, tot volgende week. Ja. Ben jij er dan ook weer? God.